Goede voornemens, we hebben ze allemaal weer ieder jaar keer op keer. Maar het eraan houden, dat is vaak nog een lastige opgave. Wij willen weten, wat zijn de goede voornemens voor 2018? En hoe gaan we ons er dit jaar echt aan houden? Wat zijn jouw goede voornemens voor het komende jaar? Nou, goede voornemens heb ik meestal niet. Dat doe ik meestal niet aan, want ja, het werkt eigenlijk niet. Denk ik. Ja, je hoort wel eens dat mensen dat doen. Maar voor mij werkt het meestal beter als ik gewoon hetzelfde doe als altijd. Goede voornemens voor 2018? Ik heb eigenlijk nog niet echt goede voornemens gemaakt, dus tot nu toe nog niks eigenlijk. Wat zijn je goede voornemens voor het komende jaar? Ja, ik heb denk wel echt de grootste cliché, dat ik eindelijk een keer wil gaan sporten. Wat vrijwel de hele wereld als voornemen heeft, maar ik denk dat ik dat wel doe. So, are you changing your habits next year? If I'm changing my habits next year, I don't know yet. I'm not sure about it. Maybe stop smoking. This could be a good point for health and stuff like that. But it's not clear, you never know what's happening next year, so you can never say like, I would change something. Mijn goede voornemen is om dit keer mijn studie wel te halen. Ja. Waar ging het mis afgelopen keer? Niet genoeg aandacht en niet genoeg motivatie. Ja. En dit jaar gaat het wel gewoon lukken? Ja, hopen we. Wat zijn jouw goede voornemens voor het komende jaar? Ik heb nog geen goede voornemens. Nee, nog niet. Had je ze afgelopen jaar gesteld? Nee, ook niet. Waarom eigenlijk niet? Ja, ik weet niet. Zeg maar, je moet altijd bezig zijn met beter worden. Dat hoeft niet per se op een bepaald moment. Jullie goede voornemens voor 2018? Nee, eigenlijk niet. Nee, nog ik niet ook in niet. Geval. Nee, nog niet over nagedacht. Hadden jullie de afgelopen jaar goede voornemens gesteld? Nee, volgens mij was mijn goede voornemen om geen voornemens meer te nemen. Ja, dat is een hele goeie. Ja, nou die kan je halen. Ja. Ik eigenlijk ook niet, volgens mij. Had je afgelopen jaar goede voornemens gesteld? Nee, ook niet. Nee. Waarom eigenlijk niet? Ik stel het hele jaar goede voornemens, maar niet per se op 1 januari. Waarom is het dan de afgelopen jaren niet gelukt? Ja, gewoon geen zin in. Maar nu heb ik er wel zin in, dat is het. Dit jaar gaat het veranderen? Dit jaar is een goed jaar. Wat vind je ervan dat heel veel mensen wel voornemens stellen, maar ze eigenlijk nooit waarmaken? Ja, zonde, waarom zou je het dan doen? Eigenlijk wel gaan concluderen dat de meeste mensen geen goede voornemens meer stellen. De meeste mensen zijn er eigenlijk wel een beetje klaar mee. Mijn goede voornemen is in ieder geval meer gaan studeren en hopelijk ook mijn studie halen.